Verleden jaar werd de antikoloniale schrijver, activist en verzetsheld Anton de Kom als eerste Surinamer opgenomen in de historische kanon van Nederland. Het boek Wij slaven van Suriname uit 1934 werd heel mooi herdrukt, opnieuw uitgegeven. Zo ziet het eruit. Met voorwoorden voorzien van Tessa Leusa, Duco van Oostrom en Mitchell Assayas. Echt een mooie editie. En ik ga daar vanavond over praten met Karin Ahmad-Mukrim, schrijver en onderzoeker die in 2013 een roman heeft geschreven, De Man van Veel, over Anton de Kom. Daar gaan we het vandaag over hebben. Ook in een nieuwe editie trouwens. Ja, super mooi, met een voorwoord van de enige echte Astrid Roemer. Yeah. Heel mooi. Nou, Karin, even kort om jou te introduceren. Je bent schrijver en onderzoeker. Je schreef tal van boeken, waaronder Het Gym en de memoir Tenzij de Vader, over de zoektocht naar je eigen vader. Ze was lid van verschillende juries, waaronder die van de PC Hoofdprijs in 2016. En een leuk weetje, ze schreef ook een Suske en Wiske aflevering. De tollende toverkol. Goed, dat is één van de punten in haar oeuvre, maar zoals ik al zei, dat is groot en heel rijk. Daarnaast is ze ook correspondent Verzwegen Geschiedenis bij De Correspondent, waar je ook al schreef over Anton de Kom onder andere. En je werkt momenteel aan een proefschrift over de schrijver en intellectueel Aniel Ramdas. En je schrijft De Geschiedenis van Suriname. Ja. Wat een hoop. Ja, ik moet weer gaan zo ook. Je hebt het druk. Ja. Nee, Karin, om maar gewoon bij het begin te beginnen. Anton de Kom, wie was hij? Kun je daar ons iets over vertellen? Anton de Kom is denk ik een van de belangrijkste Surinamers in de geschiedenis van Suriname. Hij is zo belangrijk voor ons Surinamers dat de Universiteit van Suriname is de Anton de Kom Universiteit. In Amsterdam Zuidoost, van oudsher een Surinaamse wijk, heb je het Anton de Komplein met daarop het standbeeld. En hij is voor ons zo belangrijk omdat hij eigenlijk staat voor de eenheid van een ideaal, of in hoeverre een ideaal een eenheid onder een volk kan bewerkstelligen. Want hij was een verzetstrijder, iemand die zich in Nederland altijd uit heeft gesproken, een zwarte Surinamer, een Creoolse Surinamer, die zich in Nederland altijd heeft uitgesproken tegen het kolonialisme, waar Nederland niet blij mee was met hem en zijn werk en zijn stukken en zijn optredens. En toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, toen heeft hij zich aangesloten bij het verzet tegen de Duitsers, omdat hij ervan uitging dat niemand, geen enkel volk minder waardig zou moeten zijn aan een ander volk, of zou moeten knielen voor een ander volk. Dus vanuit dat ideaal heeft hij zich bij het verzet aangesloten en is hij uiteindelijk, eigenlijk kort voor de bevrijding, is hij opgepakt en overleden in een concentratiekamp in Neuengamme. Ja, want hij is uiteindelijk dus ook niet zo oud geworden. Hij is geboren in 1889 en dan 1945, echt vlak voor de bevrijding overleden. En heeft dus ook de onafhankelijkheid van Suriname nooit mee kunnen maken. Terwijl hij daar natuurlijk al heel vroeg wel ideeën over aan het vormen was. Zeker. Ja, en hij heeft natuurlijk een van de belangrijkste boeken uit Surinames geschiedenis geschreven. Dat moet ik niet vergeten waar je het net over had. Ja, Wij slaven van Suriname. Daar gaan we straks nog wat uitgebreider over hebben. Het is eigenlijk in zichzelf al een geschiedenis van Suriname. Of vanuit een het eigen perspectief, het toe-eigenen van die geschiedenis. Wat was de rol van de figuur Anton de Kom eigenlijk in de onafhankelijkheidsbeweging van Suriname? Kan je daar iets over zeggen? Dat vind ik een moeilijke vraag om te beantwoorden. Ik geloof er is een kleinzoon van de Kom, of het is een achterkleinzoon zelfs van de Kom, Vincent de Kom, bezig met een onderzoek naar hoe de Kom eigenlijk gebruikt is geweest in verschillende politieke stromingen in Suriname. Want het is natuurlijk allemaal interpretatie. Mm-hmm. Je kan hem eigenlijk voor heel veel manieren gebruiken. Ik denk dat hij in het begin, dus zeg maar, in de aanloop naar de onafhankelijkheid, heel erg heeft gestaan voor de kracht van het eigene, de kracht van het eigen volk. En het zelfdenken en het onafhankelijk denken. Later is hij eigenlijk best wel veel door de aanhangers van Boutersen ook wel gebruikt om zich ook tegen Nederland te verzetten, ook na de onafhankelijkheid. Dus ik vind dat een moeilijke vraag om te beantwoorden. Maar heel interessant wel, dat hij voor zoveel verschillende doeleinden dan is toegeëigend. Hoe leerde jij Anton de Kom kennen? Nou, van nature eigenlijk. Hè. Als Surinaamse ben ik altijd
heb ik altijd geweten van hem. Mijn moeder heeft heel veel over hem verteld. En ja, alle Surinamers waren gewoon trots op hem. Ik ben voor het grootste deel van Javaanse afkomst. Dus mijn moeder is Javaans. Maar de Kom heeft bijvoorbeeld in Suriname... heeft hij zich echt heel actief ingezet tegen de uitbuiting... van de Javaanse contractarbeiders in Suriname. Dus hij is voor de Javanen echt een hele grote held ook. Maar hij staat daarmee dus ook gewoon voor het de Surinamer. En dan onafhankelijk van welke etnische achtergrond je bent. En ik denk dat mijn generatie heel nadrukkelijk met hem is opgevoed... Hij was er altijd in mijn geschiedenis. En het is een heel mooi... Zijn levensverhaal is heel tragisch, maar het is ook heel mooi. Het is heel meeslepend. En je wil dat verhaal kennen. En de reden waarom ik uiteindelijk een boek ben gaan schrijven... of een van de redenen waarom ik een roman over hem ben gaan schrijven... is omdat ik me echt... Het verbijsterde mij dat in Nederland... zo weinig mensen van hem hadden gehoord. Terwijl je zou kort door de bocht gewoon kunnen zeggen, kunnen stellen... dat hij zijn leven voor Nederland heeft gegeven... dan is het heel merkwaardig dat de meeste mensen hem niet kennen. Ja, er begint langzaam een beetje verschuiving in te komen. Ik noemde net al dat hij is opgenomen in de kanon van Nederland. Nou, een hele goede eerste stap. Jij zei, je bent als Surinaamse... Ja, dan is Anton de Kom gewoon een begrip. Dus voor jou in 2013 ben je dan dit boek heb je gepubliceerd. Ja. Wanneer begon je daarover te schrijven? Wanneer dacht jij, oké, ik moet echt een boek over Anton de Kom schrijven? Ik las de voortreffelijke biografie van Alice Boots en Rob Woordman over Anton de Kom. Die heb ik toen gerecenseerd voor de Groene Amsterdammer. En er was een stukje in die biografie die mij heel erg prikkelde. Die mij als romanschrijver, als fictieschrijver eigenlijk prikkelde. Omdat ik me opeens begon af te vragen, wat betekent het eigenlijk als je zulke grote idealen hebt. Als je echt die overtuiging hebt dat jij op de wereld bent... om die wereld beter te maken. Dat zijn in principe mensen waar wij best wel tegen opkijken. Mensen met dat soort grote idealen die letterlijk hun leven op het spel zetten voor dat grote ideaal. En tegelijkertijd, zeg maar psychologisch gezien, vond ik het ook wel interessant. Want het betekent toch ook dat je een bepaalde overtuiging hebt van je eigen belang in de wereld. En dat vond ik een interessante vraag voor literatuur. Om er een roman van te maken. En ik las dus in die biografie van Boots en Woordman dat... dat hij een tijdje is opgenomen geweest in een psychiatrische inrichting, 3 maanden. Mm-hmm. En daar is verder niks van bekend, want de documenten daar zijn vernietigd en die inrichting bestaat ook niet meer. En hij was opgenomen omdat hij overspannen is geraakt. Want het werk werd hem door de Nederlandse overheid onmogelijk gemaakt. Hij moest zijn gezin eten geven, maar hij kon niet meer werken. Dus pure armoede. En dat was vlak voordat de oorlog uitbrak in Nederland. En ja, dat intrigeerde mij natuurlijk enorm. Ik dacht, in die 3 maanden moet er iets gebeurd zijn. Hij moet uit een heel ander register zijn kracht hebben geput... om toch weer op te krabbelen. Want die biografie vertelt dan dat toen hij ontslagen was... dat hij weer energie had en zichzelf weer was. En eigenlijk vol goede moed die oorlog inging en het verzet inging. En ik dacht bij mezelf, nou, dat is interessant. Ja, dus in het boek beschrijf je ook die periode inderdaad. Ja. In een kruipje in zijn hoofd. We gaan eigenlijk met hem mee die inrichting in. En daar maakt hij dan van alles mee. Nou, ik wilde al vragen, hoe ben je dan te werk gegaan? Want je vult eigenlijk zijn gedachten natuurlijk in. Heb je dan daar bronnen voor? Of is dat juist eigenlijk een vraagteken dat je zelf... hebt ingevuld? Nou, ik vond dat dus het hele interessante om in zijn hoofd te proberen te kruipen... en vanuit de verbeelding dat levensverhaal in te vullen... in plaats van dat ik dat levensverhaal letterlijk zou gaan hertellen... of opnieuw zou vertellen van wat we al weten. Want dan zou het eigenlijk in mijn ogen meer een soort heel vlak... tweedimensionaal eerbetoon worden aan iemand als de Kom. Terwijl ik wilde hem menselijk maken, dus ook met al zijn zwaktes en zijn twijfel. Dus ik ben eigenlijk... ik heb me gewoon geprobeerd voor te stellen hoe iemand... zo iemand als de Kom in zijn situatie, met zijn karakter... en dan lees je best wel veel in Wij Slaven van Suriname... schemert hij als persoon vrij duidelijk door die tekst heen. Dus door dat soort handvatten zeg maar, te gebruiken... heb ik geprobeerd om gewoon zijn psyche verder in te
kleuren, heel vrijpostig, maar ja, dat doe je dan. Maar wel heel overtuigend, moet ik zeggen. Oh, dank je. Ik geloof het meteen. En het werkt ook heel goed, want je hebt dan steeds langzaam krijg je meer informatie. En die man is natuurlijk in de war, dus in het begin als lezer weet je ook niet zo goed hoe het dan allemaal zit. En dan langzaam valt in elkaar. Dus als je het nog niet gelezen hebt, moet je dat zeker doen. Misschien nog even terug naar dat moment waarin dat hij aankomt in dat gesticht dus. Dan is hij overspannen geraakt. Maar kan jij vertellen waarom, wat de situatie was? Waarom was hij zo overspannen? Zeg maar de politieke context daarbij. Ja, de korte versie. Hij is dus in zijn eentje uit Suriname naar Nederland gekomen. Verliefd geworden op een Nederlandse vrouw. Daar kinderen mee gekregen. En in de jaren dat hij hier woonde in dit land, heeft hij zich voortdurend uitgesproken tegen de aanwezigheid van Nederland in Indonesië. Maar ook tegen de behandeling van Javaanse contractarbeiders in Suriname. En in die jaren heeft hij eigenlijk best wel een tijd lang geld gespaard om met zijn gezin naar Suriname te gaan. Om daar eigenlijk uit te voeren wat hij had geleerd hier in Nederland. Namelijk vereniging. Om de stemmen van het volk te verzamelen. En dus de onvrede eigenlijk gewoon op te schrijven en dat aan te bieden aan de gouverneur. Om zo een zorgkrachtig statement te maken. En dat ging hij doen in Suriname. En dat was dus zo'n adviesbureau. Waar dus al die Javaanse contractarbeiders, die dus eigenlijk enorm werden uitgebuit, hun klachten konden laten opschrijven door hem. Hij was echt een fenomeen daar. Hè? Hij werd ook toen hij aankwam, werd hij groots ontvangen, als ik het goed begrepen had. Ja, zeker. Want niemand luisterde ook natuurlijk naar deze groep mensen, die Javaanse contractarbeiders. Ja, die stelden gewoon helemaal niks voor. En daar was, onder de Javanen werd hij Papa de Kom genoemd. Daar was dan Papa de Kom en die ging hen helpen. Maar ja, dat was zo'n enorme oploop dat het gouvernement daar enorm, ze voelde zich heel erg bedreigd. En toen hebben ze hem gearresteerd en in de gevangenis gegooid zonder proces. En daar is toen tegen geprotesteerd door de Surinamers. En dat protest is eigenlijk bloedig neergeschoten en zijn mensen overleden. En ze hebben de Kom een hele tijd eigenlijk zonder proces vastgehouden. En vervolgens uiteindelijk verbannen naar Nederland met de waarschuwing dat als hij terug zou komen, dat hij voor altijd achter de tralies zou verdwijnen. Dus daar zit al een enorm trauma, kon ik me voorstellen. Niet alleen dat iets wat hij heel goed had bedoeld, was geresulteerd in dood van verschillende mensen. Maar dat het ook gewoon niet gelukt was. En dat hij ook nooit meer terug zou kunnen komen naar Suriname. En toen kwam hij in Nederland. En toen mocht hij dus nergens meer werken. Hij mocht niet meer optreden. Hij mocht geen lezingen meer geven. En ik denk dat dat eigenlijk het duwtje is geweest voor zijn overspannenheid. En dat hij toen is opgenomen geworden. Ja. Dus het is eigenlijk een opeenstapeling van trauma's en frustraties geweest, denk ik. Je beschrijft dan ook, of misschien stel je dat dan voor, hoe je hebt ingeleefd in de Kom, dat hij ook in die inrichting best wel, hij is heel angstig ook, dat hij in de gaten wordt gehouden door de geheime dienst. Wat op zich niet heel vreemd is, want hij is inderdaad in de gaten gehouden door de geheime dienst, omdat hij als een gevaar werd aangemerkt. Voor de staatsgevaarlijk, zeg maar. Mm-hmm. En dat die angst, dat paranoïde gevoel, dat probeert de arts probeert hem van overtuigen dat hij niet wordt gevolgd. En het blijft een beetje in het midden. Dus ik vroeg me eigenlijk af, is hij nou, denk jij dat hij ook echt paranoïde was? Of was het echt terecht dat hij heel bang was voor? Ik denk dat hij wel. Ik denk als je zou kijken naar hoe Nederland zich gedroeg toenertijd tegen dat soort agitatoren, weet je, dat soort socialisten. Dat was natuurlijk het grote gevaar voor het kolonialisme eigenlijk. Dat kwam uit die rode hoek, waarin mensen zeiden van dat kolonialisme, dat klopt niet, dat is niet goed. En Nederland was daar heel angstig voor. En ik denk wel dat hij wel geschaduwd is geweest. Maar misschien niet in die mate die hij op een gegeven moment zichzelf heeft verteld. Ja, misschien niet in de inrichting zelf, maar toch zeker daar. Zeg maar, regenjassen op de hoek, dat was toch wel aan de orde. Ja. Ja, je beschrijft in het boek ook dat hij op een gegeven moment gaat hij onderzoek doen naar de geschiedenis van Suriname. En dat materiaal daarvoor ligt eigenlijk vooral in Nederland, in de Koninklijke Bibliotheek. Dat is waar de archieven zijn en waar hij onderzoek gaat doen. Ja. En je hebt een fragment in de roman waar hij daar is. En dan komt hij thuis en dat wilde je heel graag voorlezen. Zou je dat willen doen? Dank je. Er was een tijd dat gruwelijkheden een half doorzichtig, sluimerend bestaan leidden. Ze leefden in de verhalen die de ouderen aan elkaar vertelden en in de liedjes die kinderen werden toegezongen als ze niet konden slapen.
Het bestaan van de mensen was ervan doordrongen op een onnadrukkelijke, vanzelfsprekende manier. Zoals een angstige herinnering wel aan kracht in kon boeten, maar nooit vervaagde, zo waren de verschrikkingen van weleer deel van hen geworden. Het was als met de taal die ze spraken als er geen blanken bij waren, of de Afrikaanse gebruiken die ze vervlochten met dat geloof in een witte god. Het was een deel van hen omdat ze ermee geboren werden en ermee stierven. Vanaf de dag dat hij het geheugen van zijn volk besloot te onderzoeken, veranderde de aard van de verschrikkingen. Althans, de aard ervan veranderde voor hem. Kon hij zich voorheen troosten met de gedachte dat de gruwelen in elk geval deels berusten op volksverhalen? Nu zag hij zich geconfronteerd met kille, vaststaande feiten. En wanneer hij aan het eind van de dag naar huis liep, kwamen de gruwelen met hem mee. Als hij 's avonds in bed bij zijn vrouw ging liggen en naar haar lieve, blanke gezichtje keek, vroeg hij zich af of de schuld van haar voorouders over was gegaan op haar, zoals het verdriet van de zijne als vanzelf door hem werd geërfd. Ze vroeg hem wat hem dwars zat en hij loog dat er niets was, omdat het hem een grove onbeschaamdheid leek om haar te vragen of ze soms, heel in de diepte van haar wezen, een gevoel van berouw gewaar werd. Een gevoel dat ze niet kon verklaren uit haar eigen ervaring, maar waarmee ze geboren was, omdat ze eruit geboren was. Of ze iets in zich droeg wat vergelijkbaar was met de angst en de vernedering in hem. Een fundament van verdriet dat alles kleurde wat er verder opgebouwd werd. Mooi, ja. Dankjewel. Dus we hebben in het fragment Anton die reflecteert op wat hij gezien heeft in het archief. En vervolgens kijkt naar zijn vrouw. Dat hebben we nog niet genoemd. Dat was een witte Nederlandse vrouw. En waarom wilde je zo graag dit fragment voorlezen? Nou, ik herinnerde me dit fragment, want ik heb het boek dus al best wel een tijd geleden geschreven. Ik moest eraan denken omdat hij nu gecanoniseerd wordt natuurlijk, of is. En wat hopelijk als gevolg heeft en misschien ook wel betekent dat we meerdere perspectieven op die geschiedenis aan het ontsluiten zijn. En dat is wat ik toen schreef, is precies wat er gebeurt. Maar vanuit een intieme ervaring, namelijk de liefde. Een interraciale liefde, zo je wil. Waarin die twee perspectieven naast elkaar in bed liggen. En wat heel interessant is, maar ook wat ook heel liefdevol is. Omdat er gewoon die betrokkenheid met elkaar is. En dat is natuurlijk wat wij nu aan het doen zijn. Met die kanon aan te vullen met boeken zoals Wij Slaven van Suriname. Is eigenlijk vanuit liefde en betrokkenheid in onze samenleving. Perspectieven met andere perspectieven aan te vullen, zeg maar. En dat vond ik eigenlijk een leuke, nou ja, fictionalisering van wat er nu aan de hand is. Want wij weten natuurlijk heel goed wat er de geschiedenis van Suriname is vanuit het perspectief van de Nederlander die al die geschiedenis heeft opgeschreven. Mm-hmm. Dit boek van de Kom is weer een hele andere manier om daarnaar te kijken. En dat maakt niet dat die oude perspectieven waardeloos zijn geworden. Het verrijkt alleen maar gewoon onze manier van kijken. Ja, je refereert dan met dit boek ook naar Wij Slaven van Suriname, toch? Dat een, ja. Inderdaad een geschiedenis is van Suriname, maar heel bijzonder. Het is heel bijzonder opgebouwd. Kan je daar iets over vertellen? Nou, ik vind het gewoon een supergoed boek. Ook echt, als je bedenkt dat het uit de jaren 30 komt. Ik denk dat alle docenten Nederlands dit gewoon aan hun leerlingen kunnen laten lezen. Ja, je raadt het vaak aan, hè, las ik. Ja, en het is, weet je, je went vrij makkelijk aan dat taalgebruik. En wat je dan overhoudt, is iets wat met zoveel intensiteit is geschreven. Je voelt die overtuiging van de Kom zit echt in dat boek. Hij moet dit verhaal vertellen. En dat maakt het voor mij bijzonder. Maar ik was in Oxford voor mijn onderzoek. En daar ontmoette ik in Sheffield Duco van Oostrom. Hij is hoogleraar Amerikaanse literatuur, als ik me niet vergis. En dus een heel ander gebied eigenlijk. En hij had een heel ander perspectief op Wij Slaven van Suriname. Want dit boek is eigenlijk nooit helemaal begrepen in de Nederlandse literatuur onderzoeken. Zeg ik dat goed? Omdat het een hele rare vorm heeft. Het is deels geschiedenis, het is een beetje sociologie, het is ook wel een soort autobiografie. Het is een heel merkwaardige samenstelling van teksten. Ja. En dus is het eigenlijk altijd een beetje een soort van apart gaan van, ja, wat moeten we hier nou mee? Het is echt, we weten het allemaal niet. Hij heeft een beetje een gek boek geschreven, de Kom. Het zal allemaal wel belangrijk zijn, maar het is een beetje gek.
Terwijl zo'n hoogleraar van Oostrom kijkt er vanuit een Amerikaanse traditie naar. En die zegt, dit is interessant. Want het heeft precies een vergelijkbare vorm met wat Afro-Amerikaanse schrijvers en denkers in die tijd, maar dan in Amerika, hebben gemaakt. Dus hij heeft het over Langston Hughes, bijvoorbeeld over W.E.B. Du Bois. En dat is ontzettend interessant, want ik geloof dat de jongens van de Black Archives daar ook onderzoek naar hebben gedaan, is dat de zwarte schrijvers en denkers en activisten in Nederland in die tijd, in de jaren 30 en 40, enorme korte lijntjes hadden met andere zwarte en postkoloniale intellectuelen in de wereld. Dus ze hebben elkaar enorm besmet en beïnvloed. Dus ik vind dat super interessant om te zien. Een heel onderbelicht element van Anton de Kom. Ja. Op een gegeven moment, ik weet niet, volgens mij schrijft Duco dat ook in dat stuk van hem, dat Anton de Kom ook gaat publiceren in een magazine van Otto Huiswoud. Oh ja. Die op dat moment, dat is ook een Surinaams-Amerikaan eigenlijk, die is naar Amerika gegaan en die houdt zich precies bezig met dat gedachtegoed, dat Afro-Amerikaanse gedachtegoed. En Anton de Kom publiceert ook in zijn tijdschrift, dus ligt heel erg voor de hand. Ja. In je roman beschrijf je ook dat Anton de Kom op een gegeven moment gaat hij ook naar Haiti. Omdat daar natuurlijk ook opstand is geweest. En daar is hij eigenlijk teleurgesteld. Maar hij is heel internationaal georiënteerd. Vervolgens slaat hij een hele stapel boeken in van Afro-Amerikaanse auteurs. Dus daar begint dan langzaam meer aandacht voor te komen. Een van de vele aspecten van het boek. En die bijzondere vorm, misschien goed om dat nog eventjes toe te lichten. Je zei het net al, er zit autobiografische element in, maar het is ook geschiedenis. Ja. En wat ik heel mooi vond is dat het is zo opgebouwd eigenlijk chronologisch. Dus het begint helemaal met een beschrijving van het Surinaamse landschap. Het is heel mooi daar. En dan gaan we eigenlijk langzaam zo door de tijd heen. En hij licht ook bepaalde figuren uit. En dat zijn dan niet de figuren die hij op school heeft geleerd, namelijk de Nederlandse helden, maar juist de Surinaamse helden. Ja, kun je daar wat over zeggen? Jolie Coeur, Bonnie, denk ik. Ja. Dat zijn natuurlijk de mannen die weggelopen waren van de plantages en zich verenigden in het regenwoud. En van daaruit overvallen pleegden op die plantages. En vanuit het Surinaamse perspectief waren dat natuurlijk verzetshelden. Maar voor Nederland waren zij aanslagplegers. En de Kom is eigenlijk de eerste geweest die die geschiedenis vanuit het eigen perspectief heeft ontsloten. En ook gewoon letterlijk heeft gesteld, dit zijn onze helden. En er zit een zin, moet ik wel parafraseren, want ik ken hem niet letterlijk uit, maar dat is wel echt een gevleugelde uitspraak, ook in Suriname. Is dat een volk wat alleen maar de zonen van een ander volk bezingt, zal nooit tot volle wasdom komen. En dat is zo waar. En dat is zo... dat kan je gewoon... Dat is ook gewoon ontroerend. Het moment dat je dat beseft, dat wanneer de geschiedenis op school en alle boeken en alle romans en alle liedjes en alles wat ons wordt verteld, als daarin alleen maar de heldendaden van een volk worden bezongen, van het volk wat jouw volk eigenlijk heeft uitgebuit en heeft onderdrukt, dan moet je je afvragen, hoe kan je eigen volk dan eigenlijk zich nog ontplooien, totdat het zich dus zijn eigen verhalen gaat vertellen. Ja. Ja, en dat is dus waar hij de aanzet toe heeft gegeven door Bonnie en Jolie Coeur te noemen als helden. En hij koppelt dat ook expliciet aan een minderwaardigheidsgevoel. Mm-hmm. Dat komt letterlijk terug ook in jouw roman. Hij schrijft onder andere, ik zal het even kort voorlezen, geen beter middel om een minderwaardigheidsgevoel bij een ras aan te kweken dan dit geschiedenisonderwijs, waarbij uitsluitend de zonen van een ander volk worden genoemd en geprezen. Het heeft lang geduurd voordat ik me geheel van de obsessie bevrijd had dat een, ik zeg nu zwarte man, altijd en onvoorwaardelijk de mindere zijn moest van iedere blanke. Ja. Dat, die dynamiek, dat is eigenlijk precies wat je nu beschrijft en die hij wil doorbreken al met het boek in 1934, mm-hmm. nota bene. Maar dat is misschien een discussie die nu met die toevoeging van hem aan de kanon, nog steeds speelt in zekere zin, of hoe zie je dat? Ja,
Hoewel we natuurlijk wel wat slagen hebben gemaakt. Ik ga niet zeggen dat we nog steeds op datzelfde niveau zitten van eenzijdige. Gelukkig niet. Maar wat ik zo belangrijk en wat ik ook zo interessant vind, is dat wij onze geschiedenis en ons onderwijs ook relevant moeten houden voor de samenleving zoals die er nu uitziet. En of je het nou wil of niet, en heel veel mensen willen het niet, Nederland is niet meer overwegend wit. Er zijn gigantisch veel Nederlanders die hier geboren en getogen zijn en toch hun wortels op een andere plek hebben liggen. Dus dit soort verhalen zitten al in ons als samenleving. En als jij dat blijft ontkennen in het onderwijs, maar ook op al die andere instituten, in musea, al die manieren waarop wij naar onszelf kijken, als dat gewoon heel erg dat ouderwets is, zoals jij en ik misschien zijn opgevoed en opgeleid van dat pure witte perspectief, dan ga je geen aansluiting meer hebben met je eigen volk, met je eigen samenleving. En dan ga je een groot probleem hebben. En daarom is het zo belangrijk. Niet alleen om donkere kinderen te laten zien dat een held ook zwart kan zijn. Maar ook om te laten zien, wij horen gewoon bij elkaar. Wij gaan al zo lang terug met elkaar. Al eeuwenlang terug met elkaar. Het is eigenlijk heel logisch dat wij samen dit gesprek voeren. En dat we al deze verschillende verhalen naast elkaar laten bestaan. Dat we Anne Frank hebben. En dat we Anton de Kom hebben. En dat dat helemaal niet raar is. Maar dat de geschiedenis juist aanwijst dat dat heel logisch en vanzelfsprekend is. Ik vind dat heel mooi. Ja, wat ik ook mooi vind in het boek is dat de geadresseerde van het boek ook eigenlijk dubbel is. Dus aan de ene kant is het heel duidelijk, zijn mensen, zijn zwarte Surinaamse mensen, maar ook die contractarbeiders en alle Surinamers eigenlijk. Mm-hmm. Maar hij haalt ook heel expliciet op bepaalde punten de witte lezer haalt hij aan. Ja. En misschien is het wel leuk om daar een... Hij spreekt ook hem ook echt rechtstreeks aan. Ja. En dat sluit eigenlijk heel erg goed aan bij precies wat je net zegt. Dat dit verhaal dus juist eigenlijk een heel, heel inclusief verhaal is. Mm. Waarbij je met elkaar dat gesprek aan zou moeten gaan. Dus hier gaat het heel direct. Misschien hebt gij, blanke lezer, op school geleerd hoe het Mauritshuis in Den Haag met de kostbaarste Braziliaanse houtsoorten is betimmerd. Wanneer gij dan vol bewondering voor die betimmering stilstaat, verzoeken wij u te bedenken hoe het onze moeders waren, die met deze zware last op hun hoofd de dag in dag uit, want de zondag was een instelling die de christelijke beschavers verzuimden in Suriname in te voeren, sjouwden over heuvelachtige terreinen, door poelen en moerassen, altijd bedreigd door de zweep die uw voorouders hanteerden. Ja, maakt geen grappen. Nee. Ja, het is natuurlijk, je wordt wel even op aangesproken. Maar ja. Ik vond het wel grappig. Ik dacht, oh ja, dus wie is het beoogde publiek van dit boek eigenlijk? Voor wie schreef Anton de Kom wij ja. Slaven van Suriname dan? Voor de witte Nederlander. Maar ook voor de Surinamer. Want dit is onze geschiedenis maar dit is ook onze kracht. En dat is ook een soort kanteling van dat verhaal. Wat op een gegeven moment ook gekomen is. Dat er heel veel pijn en verdriet en verlies is geweest. Natuurlijk in de geschiedenis van landen zoals Suriname. Maar dat het ook heel erg tekenend is voor de kracht van dat volk. En wat Surinamers wel niet hebben kunnen doorstaan. En waarom die cultuur dus ook zo rijk is. En zo gelaagd is. Omdat het heel erg wortelt in die pijn. Maar ook heel erg wortelt in kracht. En in een soort overtuiging van jezelf. En dat is wat hij zeg maar aan de Surinamer vertelt. Maar hij spreekt 100% de witte Nederlander echt rechtstreeks aan. Ja, ja ik vind het wel leuk. Maar zoveel jaar na dato voelde ik me nog steeds aangesproken. Ja. Dus dat is goed. Jouw boek verscheen in 2013. Nou ja, sindsdien is er dus eigenlijk heel veel aandacht gekomen voor Anton de Kom. Nu is dat die heruitgave was vorig jaar volgens mij uitgekomen. De toevoeging aan de kanon ook vorig jaar. En er is ook een motie in de Tweede Kamer geweest voor eerherstel van Anton de Kom. Want we noemden het net al dat hij dus in de gaten gehouden werd door de geheime dienst. Omdat hij antikoloniaal en ook links-communistisch was. Mm. Dat is trouwens ook een interessant aspect dat hij hier in Nederland ook veel contact had met hele links-communistische mensen in het collectief, schrijverscollectief Links Richten.
Maar dat is een terzijde. Dus daar is nu een hernieuwde belangstelling. En ik vroeg me af of je daar een verklaring voor hebt. En ook of je een contrast ziet met 2013. Want je zei net al, het is eigenlijk al best wel weer een tijdje geleden dat je die romans schreef. Ja. Nou, sowieso de bekendheid van de kom is enorm toegenomen, godzijdank. Want ik weet nog dat ik optrad met dat gebeurt. En als je een boek uit hebt, dan ga je natuurlijk dat het door het land heen toeren en overal lezingen geven. En dan vertelde ik heel kort zijn verhaal, zijn geschiedenis. En dan vroeg ik aan de zaal, wie van u kent Anton de Kom? Heeft eerder van hem gehoord? En dan staken er twee mensen, een beetje, misschien in een zaal van 80 man of zo, kreeg je twee handen in de lucht. En dat was het. Hij was echt volledig onbekend. Gewoon, wat echt schandalig is natuurlijk. En dat is enorm veranderd. Dus dat is fantastisch. En waarom het nu eindelijk een beetje wind in de zeilen krijgt, denk ik, is dankzij de nieuwe generatie. Eerlijk gezegd, gewoon die generatie van... Kijk, ik ben ook maar een immigrant. Ik ben van elders gekomen. Dus mijn houding naar de Nederlandse samenleving is echt wel anders dan kinderen die hier gewoon geboren en getogen zijn. En die lezen van de kom en die hebben zoiets van, maar ik ben een Nederlander en dit is deel van mijn geschiedenis en iedereen moet dit leren en waarom heb ik dit op school niet gedaan? En die gaan wel echt de straten op en die gaan wel, spreken zich wel uit. En dat zijn er ook gewoon veel meer. Dat is ook wat ik net zei, van die samenleving is gewoon veranderd. We zijn met zoveel meer gemengde en kinderen in onze samenleving dat je automatisch een veel luidere stem hebt natuurlijk. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat ermee te maken heeft. En natuurlijk gewoon, weet je, zo'n commissie die gaat bepalen elk jaar of er iets aan moet worden toegevoegd aan zo'n kanon. Daar zitten nu natuurlijk gewoon mensen in die een veel bredere blik hebben en een veel genuanceerdere blik misschien dan 10 jaar geleden. Ik weet, een Karwan Fata Black zit erin bijvoorbeeld. Nou ja, dat is gewoon iemand met een hele waardevolle, werk wat hij doet in Leiden, geloof ik. Dus zeg maar op dat niveau verandert die samenstelling natuurlijk ook. En dat zie je natuurlijk ook in juries en in besturen, dat wij daar ook gewoon plaats in aan het nemen zijn. En dan, ja, dan krijg je dus het laatste duwtje eigenlijk. Ja. Sorry trouwens voor iedereen die eigenlijk niet dat laatste duwtje over de rand wil, maar het is een beetje te laat. It's happening. It's happening. En ik had het gevoel dat het ook te maken zou kunnen hebben met meer een wereldwijde beweging, waarin natuurlijk ook een herwaardering van zwarte geschiedenis. Nou, we hebben Black Lives Matter gewoon overal. Ja. En ook in Nederland is dat een beweging waar je gewoon niet meer omheen kunt. Zie je daar ook een verband mee? Ja, maar dat heeft ook te maken met zeg maar hoe mondig wij zijn, die generatie nu is in Nederland. Dat ze dus herkennen die structuren en die dynamieken die buiten Nederland plaatsvinden. Dat ze dat herkennen dat het in Nederland op een andere manier weliswaar, maar ook in plaats is. En dat zij zich eigenlijk geen excuses meer maken. En eigenlijk niet zo sterk meer aarzelen om zich uit te spreken zoals misschien mijn generatie dat wel deed. Wat de Kom ook schrijft in Wij Slaaf van Suriname, het wel echt voortkomt uit een aangeleerd minderwaardigheidscomplex. Dat herken ik heel sterk. En het boek komt uit de jaren 30, zo oud ben ik niet. Maar alle grote denkers en alle grote schrijvers en alle grote muzici en alle grote wetenschappers zijn witte mannen. Ja, daarmee ben je opgeleid. Mm-hmm. Dus dan denk je als vrouw die hier migrant is, dan denk je wel 2 keer na voordat je je mond opentrekt. En ik ben blij dat die nieuwe generatie niet die aarzeling meer heeft. Niet zo sterk als mijn generatie dat heeft gehad. Dus die staan daar vol overtuiging. En die staan gewoon voorwaarts. En is de maatschappij daar ontvankelijker voor geworden, denk je? Of zie je ook weerstand? Ja, dat hangt een beetje vanaf in welke bubbel je natuurlijk zit. Ik hoop dat we daar dat het de goede kant op gaat. Maar ja, ik woon natuurlijk gewoon in Amsterdam. Ik weet niet hoe het er buiten is. We zijn nu in Groningen. Misschien even morgen op straat. Het is toch jammer, als we een live zaal hadden gehad, hadden we kunnen vragen of u Anton de Kom had gekend. Ja. En al die dingen, dat kan helaas niet. Ik wil nog wel opwijzen trouwens dat de chat nog steeds open staat. Als u een vraag heeft voor Karin of over Anton de Kom, dan kunnen we die stellen. Ik zie ze nu nog niet, maar het is nog steeds mogelijk. Ik zit even te kijken, we hebben eigenlijk zoveel al besproken. Maar laten we nog eens teruggaan naar Wij Slaaf van Suriname als boek eigenlijk. Dus we zeiden het is heel fragmentarisch, het is eigenlijk een geschiedenisboek. Mm-hmm. Maar het is ook literatuur, denk ik. Ja,
Waarom? Wat is er literair aan? Wat maakt het literair? Ja, dat is een vraag die je eigenlijk nooit kan beantwoorden. Wat maakt het literair voor jou? Het zet je aan het denken. Het zet ramen open. Eigenlijk is het niet dat het ramen openzet. Het zorgt... Ik sprak Ira van Dijk eergisteren en die zei het op die hoogleraar manier... Hoogleraar Nederlands letterkunde. Ja, en die zei het op die manier dat literatuur... Moet je laten zien dat het raam altijd beslagen is. Zodat je beseft dat je op een bepaalde manier ergens naar kijkt. In plaats van dat het zo letterlijk en realistisch is. Mm-hmm. Want dan kan je net zo goed een minder interessant boek lezen. Ik wil allemaal titels, maar dat ga ik maar niet doen. En als je dit zo'n boek als Wij Slaven van Suriname leest... dan ben je gewoon zo bewust van... De manieren van kijken die je eigenlijk voor vanzelfsprekend altijd hebt genomen... of die jou zijn aangeleerd. En dat je ook op een hele andere manier naar diezelfde gebeurtenissen kan kijken. Dat maakt het heel literair. Wat het ook heel literair maakt, is eigenlijk wat Duco van Oostrom natuurlijk gewoon zegt... is gewoon die hele vorm daarvan, die heel merkwaardig is, maar ook heel dynamisch... en heel erg verspringt van autofictie naar een soort sociologisch onderzoek. Naar soms zitten er hele teksten die volgens mij letterlijk zijn overgenomen uit verslagen. En eigenlijk werkt dat heel goed, want het is heel droge kost. Er staat dan gewoon hoeveel kilo van wat voor handelswaar er verscheept is wanneer... en hoeveel geld dat heeft opgeleverd. Wat heel vreemd is in een literair boek. Maar tegelijkertijd werkt het wel onmiddellijk. Het heeft wel effect, want je denkt wel van fuck, er is wel mega veel geld verdiend in die tijd... En als je daar heel erg in zit, in de katoen en in de cacao en in de suiker... en dan vervolgens in de mensenlevens die verscheept zijn geweest... de aantallen en het geld wat ermee gepaard is... ja, dan komt dat op een hele andere manier binnen natuurlijk... dan wanneer je bijvoorbeeld alleen maar heel sentimenteel... vanuit dat menselijke perspectief een menselijk verhaal vertelt. Ik vind het zit gewoon heel knap in elkaar. Ja, hij doet dat heel slim. En op een gegeven moment is er ook een vrouw. En dan wisselt het perspectief. Duco schrijft dat ook in zijn stuk. Dan eerst wordt die vrouw beschreven. En dan ineens zitten we even in haar hoofd. Mm-hmm. Gaan we met haar mee in haar ervaring van slavernij. En dan zijn we weer terug in het geschiedenisverhaal. Ja. Dus dat is wel zeker... niet alleen bij geschiedenis lezen dus. Maar juist ook plaatsen... Want in die literaire kanon misschien. Ja, want ik denk dat Duco dat dan... We hebben het veel voor Duco, hè? Want hij heeft gewoon heel goed stuk geschreven. Ja, hij heeft een heel goed stuk geschreven. We hadden gehoopt dat hij er misschien dat bij hij er was, ja. Ik ook. Maar hij vergelijkt het volgens mij met de double consciousness. Hè, met dat idee van... dat je als zwart mens je altijd bewust bent... van hoe er naar jou wordt gekeken door je omgeving... Door witte mensen. En dat zie je, denk ik, in Wij Slaven van Suriname ook. Wat jij bijvoorbeeld net zegt van... wie spreekt hij nou eigenlijk aan? Hij had natuurlijk puur de Surinamer... ik weet niet wie de Surinamer is... maar hij had natuurlijk puur de Surinamer kunnen aanspreken. Maar wat hij doet, hij is zich constant ervan bewust. Van ja, maar dit wordt door witte Nederlanders gelezen... dus die moet ik ook aanspreken. Dus dat is zeg maar, die double consciousness van ik voortdurend schakelen... tussen wie ben ik en wat wil ik vertellen. Maar wie is mijn publiek en hoe wordt het geïnterpreteerd wat ik te vertellen heb. En dat hangt heel erg af van je publiek. En dat publiek ziet er steeds anders uit. En dan heb je natuurlijk ook de machtsposities van die publieken. Waar hij dit verhaal aan Suriname zou vertellen. Is het een andere dynamiek dan wanneer hij dit verhaal aan de witte machthebbers in Den Haag zou vertellen. En hij is zich daar enorm van bewust. En daarom komt hij, denk ik, en dat zou mijn analyse zijn van dit boek... daarom stut hij dit verhaal ook met zoveel feiten de hele tijd. Je kan niet, hij denkt dat hij niet zomaar kan stellen in 1934... het kolonialisme is een problematisch systeem, het buit mensen uit. Hij heeft die lagen nodig. Hij moet het bewijzen waarom het een problematisch systeem is. Ja. En dat is voor ons achteraf natuurlijk best wel gek om te zien, omdat wij... Nou, trouwens, heel veel mensen zijn er misschien ook nog niet echt van overtuigd dat het een problematisch systeem was. Maar dus ik denk dat je de double consciousness daarin heel erg goed ziet. In de keuzes die hij maakt. Ja. Karin, ik wil je heel erg bedanken
voor dit gesprek. We moeten gaan afronden. Ja. En ik wil eigenlijk iedereen die nog niet gelezen heeft, zeker op het hart drukken om Anton de Kom te lezen, maar ook om jouw roman te lezen. Want je bent er heel goed in geslaagd om in zijn hoofd te kruipen en hem neer te zetten als persoon met al die strijd waar we net over hebben gehad. Hoe hij dat moet verwerken. Heel interessant. Ja, dankjewel. Ik ga dan weer het woord teruggeven aan Ja, jij bedankt, Karen. Ik wil jou ook weer bedanken en jullie allebei.